Jij bent niet, echt niet zo'n mannetje die zeg maar mooie kleertjes aan, dikke Rolex of wel? Nee. Is goed man, kom maar aan. Ik had daar wel water voor je. Beetje moe toch? Ben je moe? Ja, dankjewel. Nee. Hij is gevallen. Doe eens vriend. Goed. Met jou? Lekker man. Gezellig. Hey. Normaal heb ik altijd zo'n kaart bij me ook toch? Zo'n futkaart. Ja? Daar is vergeten op te sturen. Nee, dus, maar niet. Die ga ik wel even opsturen. Of kom even langs. Als ik in de buurt ben, ik kom toch vaak heel vaak langs. Heb je al getekend? Ik heb niet getekend, nee. Wacht, ik heb je wel. Ik ga hem eventjes, zal ik hem strak houden? Ja, wij willen hem hebben. Hieronder. Maar waarom hebben ze geen namen bij jullie eigenlijk? Dat is toch raar? Ja, er staat hier nu zeg maar zo'n sponsor. Ready to eat. Ready to eat? Ready to eat. Oh, daar heb ik al genoeg gedaan. Dus, ready ja, to maar het is wel jammer, ik zeg eerlijk. Ja, is toch mooi als je zo'n naam nog op hebt. Maar ja, ik moest deze voor jou... Over de materiaal, man, hè? Ja. Zo even tekenen voor hem. Leuk. Hoe heet die vent? Jorrit. Even nadenken. Jorrit? Jorrit. Ik denk twee. Twee R? Van Jorrit. Met zijn dikke. Dat vindt hij leuk. Lul. Ah, oh, mooi. Mooi. Asje. Thanks. Moet je zelf ook nog één voor mij met handtekening? Zonder handtekening, dan. Nee. Je hebt 25, hè, nummer? Ja. Is dat vaste nummer of is dat gewoon toevallig? Eigenlijk had ik altijd 23. Ja. Yeah. Toen ik bij Utrecht doorbrak. Yeah. En bij PSV ook. Dus dat was wel voor mij mijn nummer eigenlijk. Ja. Alleen, nu heeft Mackinock die spits van ons heeft hem. En hij had eigenlijk nummer 9. Ja. Yeah. En was geblesseerd, dus hij had nummer 9 weggegeven op deze voorbereiding. Yeah. Toen kwam ik ook nog, dus ik dacht van ja, ik ga dat hem. Ik pak gewoon een ander nummer. Yeah. Dus moet hij twee keer wisselen in één voorbereiding. Dat is, 23, heeft dat met Beckham te maken en Jordan of zo? Of? Eerlijk gezegd toen met Isco. Ik was heel erg fan van Isco. En hij had altijd 23. Isco, ja. En LeBron James, Michael Jordan. Ik vond het wel gewoon een vet mooi nummer. Ja. Rafael natuurlijk ook. Niet de reden, maar het is gewoon een mooi nummer, zeker. Ja, dus, ik had dat nummer 7 omdat ik altijd rechts buiten speelde. Okay, zorg meneer. Zo. Oude lul. Nee. Was boos, zeg je dat? Nee. Veel mee. Was het dichtbij? Was niet zo ver? Nee, gelukkig man. Lekker dichtbij. Apeldoorn, ja, is een half uurtje, nog niet eens. Ja, klopt ja. Heerlijk man. Och, ik moet altijd naar Rotterdam en zo. Dat is ook wel lekker, ben je lekker van huis of zo. Dat is echt wel, van de week was ik echt heel druk. Bremen geweest, een paar keer Amsterdam. Met Den Haag. Bremen, wedstrijd? Nee, bij Klaassen had ik een auto. Oh, tuurlijk. Ja. En toen Dest nog en Immers in de auto. Kom nog eens ergens, toch? Oh, ik denk neem er een paar op, joh. Kan ik een paar weken vakantie nemen? Ik rustig aan. Dus, maar wel lekker Utrechtje, hè? Terug. Ja, ik moet gewoon, ik moet spelen, weet je. Dus ik ben blij dat ik weer... Je oude clubje. Dat ik weer mijn oude clubje, ja. Ja, man. Lekker kan voetballen gewoon. Maar dat gevoel is het belangrijkste, hè? Dat je zeg maar gewoon lekker... Kijk, het is wel mooi als je bij PSV zit en zo, maar je wil gewoon voetballen. Dus dan, klopt. Dat is toch kloten, want dan zie je de rest hier allemaal voetballen en jij is... Afgelopen seizoen vooral, weet je, we speelden Barça uit, dat soort wedstrijden. Die wil je dan gewoon spelen. Tuurlijk. Dus, maar zat je dan ook niet bij de selectie? Ik zat wel bij de selectie, alleen de kans dat ik erin kwam was niet echt groot voor mijn gevoel. Nee. Dus dat was... Veel concurrent op middenveld, tenminste. Van Bommel die zag andere op jouw plek staan. Ja, het was echt zijn spelsysteem. Hij vond dat ik daar niet in paste. Okay. Dan moet je verder kijken. Hij heeft dat ook gewoon tegen je gezegd zo? Of? Ja, we hebben wel vaak gesprekken gevoerd. Met name het begin van het seizoen. Okay. Omdat ik in de voorbereiding speelde ik wel. Yeah. En toen, ineens begin van het seizoen stond ik er niet in. Dus toen vroeg ik ook waarom. En heeft hij me dat wel uitgelegd op die manier. Yeah. Apart. Ja. Ja, tenminste.
Ja, hij heeft ook een visie te zijn. Ja, ja, weet je, dus dat heb ik geaccepteerd. Ja. En dan moet je gewoon verder kijken. En nu ben ik gewoon blij dat ik weer lekker kan voetballen. Ja. Dus, lekker. Maar woon jij hier echt? Nee, hier wonen mijn ouders. Oh, okay. Maar in mijn appartement staan geen meubels. Dus, heb je nog geen meubels? Geen meubels. Ik kan wel op de grond slapen. Maar... heb je net een nieuw appartement gekocht? Ja. Oh. Dus ik heb wel meubels besteld, maar dat duurt 2,5 maanden. Oh, jongen man. Even wachten. Moet je op die kistjes gaan zitten en zo? Ja, daarom. Nee, lekker bier, met mijn ouders. Gaat je bier. Lekker koken, hè. Oh, dus, en heb je geen vriendin? Jawel toch? Jawel. Maar die woont ook nu bij haar ouders. Dus. Oké. Okay. Ja. Dus, zij woont bij haar ouders en jij? Ja, ik woon nu bij... Ja, in Eindhoven woon ik wel op mezelf. Met haar? Maar, ook niet? Nee, ook niet. Nog niet. Oh. Dus ik denk dat dat nu wel... gaat komen. Ja. Oké, okay, leuk man. Ben jij lang met hè? 3,5 jaar. Oh, het wordt tijd, man. Tijd, hè? Wordt Jezus, man. Dat meisje zal wat denken. Wat is hij aan het doen, hè? Nee, in Eindhoven was ze wel vaak bij mij, moet ik zeggen. Ja. Maar ze had ook haar school en zo, weet je, toen. Studeren nog eens. Dus nu is dat klaar. Dus nu kan het. Nu lekker kindjes maken. Oefenen. Is het geen Nederlands meid, hè? Nee, geen Nederlands meid. Wat is het? Het is Koerdisch. Oh, dus, Koerdisch. Ja. Mijn neefje gaat volgens mij ook met... Ja, Koerdisch. Ja, die hangt ook met een Koerdisch meisje. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja, Koerdisch. Die kan lekker koken en zo ook, hè? Die kan goed koken, ja. Dus dat is wel een voordeel, ja. Die zijn kan ik lekker op het bankje gaan liggen. Ja, hè? Hey, maar die zijn echt anders dan die Nederlanders. Die Nederlanders maken altijd precies genoeg. Aardappels en... maar ook net aan genoeg. Ja. En dan heb je... Eén stukje vlees. Ja, één stukje vlees. En niet... wat anders moet ik het weggooien. Dat dat is echt zo. Ik herken het wel wat je zegt. Ja. Mijn vrouw is ook zo, jongen. Ja? Ja, man, zo gier. Dat is niet normaal. Ze hebben geld zat. Ja, ze zeggen dat vaak over... over Nederlanders, hè? Nederlanders, ja. Jongen, jongen, jongen. Maar nu lekker Utrecht. Nu speel je basis. Heerlijk gevoel. Ja, man. Is dat top? Dat is lekker, man. 3 jaar getekend. Dit is heerlijk. Oh. Ops. Zal ik even helpen met die Nederlandse... Kijk, geef wel aan. Maar... heb jij dat ook? Ik zet Flitsmeister aan, ja. Wil je Flitsmeister? Maar, dit scherm heb ik niet, nee. Wat voor auto rij je eigenlijk? Opel nu, hè? Utrecht. Oh! Dus, oké. Okay. Nee, ik zeg niks. Nee, het is een mooie auto. Ja. Wat Insignia of zo? Ik moet nog bestellen. Want, oh! Ja. Moet die Insignia pakken? Die is wel mooi, hè? Mooie auto, hè? Ja, die Turbo. Insignia Turbo. Rijdt goed. Auto, ja. Ja, mooi van binnen en zo. Alleen zat hij kapot. Ja? Weet ik niet. Kut reclame maken voor Opel. Nee, man. Hey, maar je moet even wat wou ik zeggen dan. Wat zijn je toekomstplannen? Ik ben nog jong, hè? Ja, ik ben nog jong. Ik ben natuurlijk ambitieus natuurlijk. Ja. Ik wil gewoon nu zoveel mogelijk spelen. Voor mij dit seizoen is gewoon het belangrijkste. Ja. Ik had wat opties in het buitenland, maar ik wilde gewoon echt graag weer voetballen. Want vorig seizoen was gewoon niks voor mij. Nee. Wie wilde je hebben buitenland? Ja, er waren wat interesses. Ja. België, Spanje, maar niet echt wat ik wilde. En, nee. Niet echt hele mooie clubs, moet ik zeggen. AZ Heerenveen ook, hè? Ja, die hadden interesse. Alleen AZ wilde wachten tot of ze Europees gingen halen. Daar had het mee te maken. Ja. Utrecht was gelijk heel concreet. En ja, die pakte echt door, zeg maar. Ja, dus ja, ik, ja. En het was bijna het eind van de transferwindow. En, ja, ik wilde echt niet nog bij PSV blijven. Nee. Dus ik moest een keuze maken. Lekker op de trainer. Ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt, Jan. Met tweede. Ja, nee, ik trainde met het eerste, man. Oh ja, wedstrijden wel, hè? Als ik moest spelen, dan was het wel bij Jong, ja. Je had toch zelf aangegeven dat je dat wilde? Ja. Kijk, je moet toch spelen. Ik speelde alleen met Jong PSV en een paar keer in het seizoen met Jong Oranje. En dat was het. Ja. En de beker tegen, ja, dan mocht je spelen. Zeg maar, met de beker mocht jij spelen. Dan mocht ik spelen. Ja, dat is kut. Dan weet je hoe je erin zit. Ja. Klant, hè? Ja, het is wat het is. Ja, maar het is frustrerend, want je zit dan op de bank of op de tribune dan. En dan zit je denk ik, ja, godsamme man, ik wil ook spelen. En dan, je eerste 2 jaar heb je wel veel gespeeld. Ja. Met PSV was je ook belangrijk, kampioen geworden, landskampioen. Ja. Zelfs in Nederland zelf al gespeeld en zo. En dan gaat het in één keer van, dan ga je heel hoog en in één keer val je naar beneden. Ja. Is dat moeilijk om mee om te gaan? Ja, zeker moeilijk. Vooral omdat, kijk, ik speelde 30 plus wedstrijden, zeg maar, dat seizoen, kampioen. En tuurlijk, een trainer kan een andere keuze maken, maar ik had dan nog wel het gevoel van misschien af en toe invallen of een kans krijgen, maar dat,
ook niet. Niet echt het geval, nee. Maar ja. Thijs, ja, mooi vent, hè? Goeie vent, ja, zeker. Qua mensen was het wel echt een mooie club daar. Zeker. Ja, zeker. Ik heb dit op een halfjaartje gezeten of zo, maar... Ja? Ja. Dat zijn leuke mensen. Ik heb daar gerold over de hertgang. Ja. Nee, leuke mensen, leuke spelers. Dus, ja. Heb je ergens spijt van? Spijt? Zeg maar gewoon, in je leven, niet speciaal voetbal. Ja, spijt. Moeilijk. Had hij geen interesse in jou? Toen? Toen ik vanaf Utrecht naar PSV ging, ja, klopt. Ja, hè? Ja. Maar kijk, op dat moment was het een goede stap. Ik ben ook in mijn eerste seizoen, speelde ik me in het Nederlands elftal. Ja. Dus ja, dan kan ik moeilijk zeggen van dat het in het derde seizoen zo loopt. Dat, nee. Dat had ik niet verwacht. Nee, maar Ajax die had wel interesse in jou? Die hadden interesse, ja. En was dat onder de Bos of was dat, nee? Dat was onder, nee, dat was de volgens boer. Mij Keizer. Oh, Keizer. Of, oh ja, Keizer zat er ook Keizer, in. Keizer volgens mij. Ja. Want je ging wel heel goed doen, hè? Toen ging, ja. Ben je goed met, ben je een beetje van de humor en zo, kleedkamer? Of ben je jawel, ik kan wel van die voetbalhumor. Wat doe je? Ja, wat de laatste speler, ik ga zijn naam niet noemen, maar die had 6 dagen dezelfde broek aan. Dus die hadden we even opgehangen. Nee, aan het plafond, bleef hij niet staan? Tape. Ja, hij vond die leuk, maar hij heeft die broek niet meer aangenomen. Dus nee, maar hoezo 6 dagen dezelfde broek aan? Ja, dat vraag ik me ook af. Is dat vies? Ja, dat viel ons wel op. En ja, het was echt zo'n, het was een dure broek. Hij wilde dus, laten zien wat hij had. Dat was mooi. En ja, dan moesten we hem even ophangen. Maar bij PSV gebeurde dat iets meer, moet ik zeggen. Wel, ja? Dat je Jorrit Hendricks. Dat zijn spelers die houden wel van die grapjes. Oude hoeren. Ja, dat is belangrijk. Dat was wel lach gehad. Heb je al wat assistjes en zo? Of nog niet? Ja, ik heb er een paar. Ik heb er ook een paar die er wel in konden. Ja. Maar helaas. Nee, maar ik... Ik voel wel dat ik steeds beter, sterker word, fitter. Ja. Dus dat is wel fijn. Ja, je moet wel terugkomen natuurlijk. Als je, ja. Het is wel een verschil natuurlijk. Als je met jonge PSV en dan op de hoogste niveau. Daarom, een jaartje is wel lang, ja. Ja. Hoe gaat het met je dingen, met je voet, je benen, die viergever? Ja, ik voel hem nog licht, moet ik zeggen. Gisteren, ik heb bijna de hele week niet getraind daarna. Maar ik heb gisteren toch gespeeld. Ging wel goed. Ik had één momentje dat ik eventjes... Dat je voelde nog? Ja. Je hebt wel geluk gehad dus, daar. Hij is nog wel dik, moet ik zeggen. Ja, ja? Ja, was wel echt een... Heeft hij nog wat gezegd? Ja, hij ging me gelijk appen. Ah, okay. Maar hij is ook niet de jongen daarna. Nee, hij is niet een speler die dat... Zo'n vieze schopper of nee, zo. Nee, zeker niet. Dus, nee. was wel fijn dat hij even appjes stuurde. Ja. Dus, viergevertje. Heeft hij altijd van die dingen in of zo? Lijkt altijd of hij hele zwarte ogen heeft. Ja, van die lenzen, dat je ogen zwart wordt. Ja? Ja, dat lijkt dan gevaarlijker, zeg maar, voor de tegenstander. Nee, doet hij dat? Nee. Nee, maar wat zeggen? Nee, kijk. Nee, geen idee wat je bedoelt. Oh, flikker. Nee? Nee. Ja, volgens mij heeft hij echt lenzen in dat hij... Ja? Ja, moet je maar eens een keer opletten. Ik weet niet, heel apart. Net of hij alleen maar helemaal zwarte ogen heeft. Oh nee, ik heb nooit gezien. Wat is je mooiste moment nu in het voetbal nog? Hè? Huh? Wat is je mooiste moment geweest in het voetbal? Even denken. Debuut, Nederlands elftal wel. Ja. En Champions League was wel echt... Tegen Atletico? Atletico, Bayern. Bayern, ja? Wel de vet, mooiste hè? Ja, maar dat zijn mooie. Dat zijn dan zie je hoe hoog dat niveau is. Het is ongelooflijk hoe die topclubs. Ja. Hebben we ook even in een rondo gestaan, moet ik zeggen, maar... Ja, tik. Zo. Maar nee, al met al was dat wel echt... Leuk. Jij, hè? Ja, mooie potjes. Dat is het mooiste wat er is, jongen. Champions League. De hele stadion is helemaal vol. Ja. En dan begint dat nummer. De sfeer is ook. Ja, dat nummer is dan sta je zo. Hè, dan sta, en vroeger zat je als kind te kijken naar televisie. En dan sta je een keer daar zelf. Is ja, toch geweldig? Dat nummer is echt. Dat doet het hem ook. Ja, hè? Ja, ik krijg je kippenvel en zo. Ja, mooi man. Oh god. Maar, ja, Mickey, dat zou wel mooi zijn nog ooit. Wat? Champions League. Nog een keer. Dat halen. Ja. Dat zou mooi zijn. Had je naar huis moeten gaan, jongen. Je was weer gierig, daar kreeg je een tonnetje meer per PSV. Nee. Ik had nog wat meegenomen eigenlijk voor jou. Hier, die, mag je houden. Wat? Nee, dat kan ik niet, hè? Dus van gisteren, dit is gisteren bij de wedstrijd. Dit is niet leuk. Nee, waar zitten we eigenlijk, hé? We zitten al, oh, hier bij de snelweg is dat hier, of niet? Ja, hier ga je naar Utrecht. Apeldoorn. Ja. Die kant op, volgens mij. Ja, dat is het. Ja, ik rij hier veel. Paleis het Loo, toch? Paleis het Loo. Daar woon ik. Ja? Oh, ik dacht in de buurt. Nee, ja. Ik woon in de buurt. Ik woon echt in de buurt. Ja? Ja, Paleis het Loo. Familie woont ook daar toevallig. Ja?
Kun je wel eens in Apeldoorn? Ja, verjaardag. Huh? Verjaardag soms. Dat is vlakbij. Wat is je ooms of zo? Ja, neefjes. Oh, neefjes en nichtjes. Ja, man. Trainen jullie hard hier bij Van der Brom? Hoe is Van der Brom? Hij moet hier. Hij moet echt. Kom met Amersfoort ook. Ja, toevallig ja. Hier in de straat verderop. Zo naar hem toe rijden. Kan. Kom maar. Gaan we de koffie? Nee, hij is wel relaxed, hè? Ja, zeker. Dus ik denk dat hij het wel leuk zou vinden ook. Ja. Als je lang als we langskomen, maar ja, hij is toegankelijk, laat ik het zo zeggen, voor spelers. En dat vind ik persoonlijk wel fijn. Ja, ja. Als je gewoon vertrouwen geven. Kan praten met een trainer. Ja. Gewoon je gevoelens kan uiten. Mm-hmm. Ja, dat is ook wel belangrijk, ja. Als je daarmee blijft zitten en zo. Politiek correcte antwoorden. Ja, heel goed. Dan moet ik gewoon zeggen, vieze klootzak is het, dit en dat. Dan moet ik me meer laten spelen, meer geld geven. Nieuw contract. Nee joh, dat weet ik. Maar Van der Brom is wel een goede keer. Ja. Ik heb vroeger ook gehad als in de jeugd bij Vitesse, heel lang geleden. Hij is wel top. Hey, wie heb je nou allemaal gehad als trainer? Even kijken, Cocu heb je gehad? Ja, ik heb ze Ten Hag. Wie had je bij Utrecht toen? Ten Hag. Ten Hag, ja, tuurlijk. Daarvoor Robbie Alflin met de Social T, die nu bij Fortuna is. Ja. Dus Ten Hag, ja. Hoe was Ten Hag? Ja, goede trainer. Goeie, hè? Goede trainer, ja. Echt. Ik heb ook altijd het gevoel bij hem dat hij echt weet waar hij het over heeft. Ja. Zo, weet je wel. Dus ik weet niet wat, net zoals bij Peter Bos. Is jouw accent, hè? Dus, mijn accent? Dat ik hem versta. Dat is een boer accent. Nee. Hij heeft accent toch? Ja. Uit Enschede komt hij. Ja. Nee, goed Enschede. Twente hier op. Twente is ook wel een mooie club voor jou, man. Mooi club. Mooi club, Twente. Nee, maar Utrecht is lekker dichtbij, man. Dat is super. Ja. Lekker spelen. Ja. Europees spelen ze Europees? Ja, hè? Dat ligt gevoelig. Ze hadden verloren van. Club uit Oostblok. Oh ja, klopt. Ja. Geen idee waar, maar toen was ik nog. Was je nog bij PSV? Dus daar baal ik wel van, maar ja. Europees. Maar ja, joh, je hebt hier een lekker jaartje. Precies. Rust, lekker. Maar drie wedstrijden in de week vind ik toch wel. Dat is geen. Ja, twee wedstrijden in de week. Ja. Door de week is wel lekker hoor. Ja, toch? Van herstellen, rustig trainen en weer volgende wedstrijd. Ja, je kan dan ook gewoon lekker. Ja, precies wat je zegt, herstellen. En vooral jou, met jou nu, omdat je net een jaar niet gevoetbald hebt. Ja. Dus als je dan een keer vol gas, dan krijg je weer last van blessures en dit en dat. En, weet je? Dus dan kan je lekker herstellen, man. Hoort erbij toch? Hoort erbij. Ja, maar het is mooi. Dan kan je echt weer focussen op je prestaties dat en zo, man. Waar. Stappen? Ga je wel stappen? Weinig. Ja, hè? Alleen vakanties wel. Dan is het wel leuk. Ja. Dan mag ik ook even van mijn vrouwtje, toch? Ja, mag je nee, nou? Nee. Maar ik ga wel altijd met vrienden ook op vakantie. Oké. Okay. Dus ieder jaar ga je gewoon, dat is gewoon standaard, ga je gewoon met die jongens weg. Ja, dan ga ik wel stappen, ja. Neem je een doos condooms mee? Nee, je gaat niet vreemd, toch? Nee, zeker niet. Nee, joh. Nee. Gewoon alleen het weekend, zeg maar. Nee, man. Gewoon, ik vind het wel leuk om uit te gaan. Ja. Maar in Nederland, ik zeg eerlijk, het is niet echt mijn ding of zo. Nee. Wat weet je dan? Wat vind je mooi, Ibiza zo? Ja, sfeer, ik weet niet. Het is meer van kijk mij nou agressief kijken. Ik ben daar niet zo van. In het buitenland is iedereen vrolijk, vakantie. Het is gewoon lekker die beachclubs. Ja. Kijk, laten zien wat jij hebt. Oh, kijk wat ik heb. Kijk. Ja, dat is een beetje deze tijd. Ja. Jij bent echt niet zo'n mannetje die zeg maar mooie kleertjes aan, dikke Rolex of wel? Nee. Die had ik nou niet gezien. Die is wel mooi. Ja, man. Undercover. Ja, die is gewoon netjes ook, hè? Nee, die is van kampioenschap, man. Oh ja? Van PSV, ja. Die gasten krijgen allemaal Rolex als kampioenen. Wij kregen vroeger een. Ja, je betaalt er wel voor, hè? Een medaille. Een medaille. Paantje. Ja, paantje. Godsamme, hier. Rolex met het logootje erin van de club. Ah, maak allemaal niks uit, joh. Vroeger kreeg je een hand en een vaantje, echt waar. Of zo'n herinnering eraan, weet je wel. Dat je. Hij schaat. Oh, blonde Dolly. Hey, zo'n. Wat leuk dan, man. Wel een beetje vrouwen hier. Maar jij mag toch wel naar vrouwen kijken, of niet? Tuurlijk. Ik kijken. Ik ook. Er is niks mis mee. Ik
Toch? Ja, mooi omdat je vrouw kijkt. Dan heb je ogen voor me. Hey, daarvoor heb je die zonnebril toch? Als je met je vrouwtje wil. Ja, ja, tuurlijk. Doe ik hem op. Wat een loeren, jongen. Die dikke reet daar, man. Hey, maar wat zou je veranderen als jij iets moest veranderen aan je lichaam? Wat zou je veranderen? Ik had gewoon... Wat heb je nu weer gehoord? Dat gaat hij net weer zeggen. Want je gaat niet ter plekke verzinnen. Nee. Ja. Ik had gewoon dat je dan je die hangzak van je zou Wat gaat hij nu weer zeggen? Wat te gek. Wat te gek. Oh, nee, man. Ik ben wel tevreden, man. Wie is de beste speler waar je mee gespeeld hebt tot nu toe? Robben, denk ik. Bayern, hè? Bayern, Robben, ja. Je weet dat hij met naar links gaat. Ja, maar maakt niet uit. Het gaat ja. zo snel. Dat is niet normaal. Het is ongelooflijk. Maar ook gewoon hoe hij ermee omging. Bijvoorbeeld, waar speelden we? Luxemburg. En voordat we warming-up op het veld hadden, had hij al zijn hele eigen warming-up gedaan. Nee. Ik dacht van, ben je nog niet moe? Of, weet je? Ja. Nee, dat was niet normaal, man. Echt. Ja. Echt, hoe hij voor zijn sport leefde. En, dat was wel mooi te zien. Okay. En als jij zeg maar nu een speler naar Utrecht mocht halen, hè? Ja. Uit de Eredivisie, welke speler zou het zijn? Even denken. Wie ik de beste vind van de Eredivisie is Ziyech. Ja, hè? Ja. Maak je me goed. Poh, wat een speler. Wat een speler. Gisteren ook weer, de eerste helft. Ja, man, ik hoef alleen maar te rennen en dan krijg je hem wel. Ja, ja, ja. Ja. Geef hem, jongen. Ja, goed speler. Ongelooflijk. Wat voor opleiding heb jij gedaan? Ik heb commerciële economie gestudeerd. Oké. Okay. Ja. Een jaar heb ik propedeuse gehad. Toen kwam ik bij het eerste van Utrecht, dus toen ging dat niet meer samen. Nee. Toen wilden ze me nog wel vragen om professor of een of andere professor te worden, maar... Ja? Nee. Professor Barabas. Nee, maar toen kon het echt niet meer. Dus lekker gestopt. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, dus je moet alles, al die tijd in de trainer steken natuurlijk. Ja. Ja, ja, dat is jouw... Dus ik heb ook, het enige wat ik nog heb gedaan is een cursus Spaans. Ja? Oh, dus je gaat naar Spanje over een paar jaar. Het zou mooi zijn. Nee, maar het is een mooie taal. Echt een mooie taal. Ik vind Italiaans mooier. Ja? Ja, iets harder, man. Mooi. Het is wel veel hetzelfde, maar ik vind toch Italiaans echt iets rauwer. Dat vind ik mooi. Ik vind dat Spaans een beetje zo... Ja. En dat toertje. Oh, kijk eens. Ja, dat is jouw... Zie je lachen, hè, de papa, hè? Kom je zo ophalen, schat? Ik zit het badje af, dan... Een plekje vrij, hè? Kom maar een plekje. Of wil je mee? Oh, het is wel een mooi wijkje, man. Ja, mooi, man. Oh, kijk, die woonwagen staan. Ja, is dat last van? Nee. Het zijn aardige mensen. Ja, hè? Zeker. Hey, ik vind het wel leuk altijd, man. Op het kamp? Of hier gewoon? Nee, gewoon dat soort mensen. Ja, van, dat zijn we altijd vrolijk en zo. Ja, altijd humor en zo. Altijd humor inderdaad. Ze zijn snel ook. Ze zijn altijd, weet je wel, ze hebben altijd antwoord. Ja. Ik heb mijn zwagers komen ook wel. Ja, ik ken die niet veel, maar ik ken er een paar. Oh. Maar die zijn wel, ze wel altijd lachen, ja. Ja, kijk, we zijn precies op tijd. Is goed, oké. Okay. Top, man. Doe je best. Doe je ding. Man, ik hoop dat je weer gaat scoren. Ja, assistjes. Komt goed, man. Spreek je, hè? Jo, ik spreek je. Water. Groetjes aan die materiaal, man. Doe. Yo, massa. Ja, jongens, dat was Bart. Leuke gozer. Dus ik heb gelachen en ik hoop dat hij het goed gaat doen weer bij Utrecht. En wie weet waar hij dan terecht gaat komen. Je shirt kan je natuurlijk winnen. Moet je even abonneren of eventjes iets achterlaten. Een comment. En dan maak je kans op dat shirt van hem. Oké, okay. En dan gaan we weer door naar de volgende. Bedankt voor het kijken. Later.